is Corine en dit is podcast Creanelia, aflevering nummer 25. Het is vandaag 2 april en ik heb even niet gepodcast een tijdje. Ik wilde eigenlijk vorige week opnemen, maar toen kwam er van alles tussen en voor je het weet ben je weer een week verder. Maar goed, ik dacht vandaag, mijn vriend is aan het werk na de paasdagen en ik zit lekker alleen thuis. Dus ik denk, vandaag neem ik de podcast op. Ik heb heel veel te vertellen, te laten zien. Maar ik denk dat ik niet alles ga laten zien, want mijn hele tafel ligt vol en het is wel heel erg veel. Ik wil geen podcast maken van 2 uur lang. Dat is echt iets lang. Ik heb een tweede bak koffie in een nieuwe beker gekocht in de kringloop. Ik zal hem even omdraaien, hij is heel leuk. Varkentje. En dit is gewoon een kip volgens mij, maar... Die lijkt ook een beetje op de fazanten die steeds bij onze tuin lopen. De Willemijntjes, zoals ik ze noem. 2 vrouwtjes. En we hebben 1 mannetje, die heet Frederik. En ja, daar lijkt hij een beetje op. Deze heb ik gekocht in de kringloop in Hattem. Daarover later meer. Al kan ik wel vertellen, mocht je daarin geïnteresseerd zijn, ik heb aan het eind van deze podcast een beetje een vlog over ons uitstapje afgelopen weekend. Even goed zien. Wij waren in Hattem en in Kampen. Heel erg leuk. Dus ik heb daar een beetje van gefilmd en dat laat ik dus aan het eind zien. Ja, laat ik maar beginnen met mijn eerste ding. Normaliter zeg ik altijd van wat heb ik aan vandaag zelf gemaakt. Nou, het enige wat ik vandaag aan heb zijn zelfgebreide sokken. Ik weet niet of je het kan laten zien. Dit zijn mijn eerste... geverfde sokken, zelf geverfde gratis. Ik zal het even eentje uittrekken. Het is een beetje een vlodder sok aan het worden, maar ik draag ze nog wel steeds. Die heb ik geverfd met spullen uit de tuin. Takjes, bladeren, besjes en van alles en nog wat. Dus dat heb ik aan en voor de rest heb ik gewoon een vestje aan van de Bonaparte. Dit zijn van die dagen dat ik het lastig vind om te denken van ja, wat moet ik nou aan? Want ik heb natuurlijk wel een paar gebreide truien, maar het wordt nu wel gauw te warm daarvoor. En ik moet zeggen, dit vind ik eigenlijk best wel weer wat fris. Ik had de verwarming nog aan moeten zetten, dat ben ik vergeten. Dat ga ik eerst... Wij zetten hier de verwarming aan met een appje. Mijn vriend is van de appjes en die wil alles bedienen met appjes. Maar ik zag net dat het hier boven, waar ik nu zit, 15,6 graden is. Nou, dat vind ik toch wel iets te fris. Goed, ik heb een hele lijst. Ik ga gewoon mijn lijstje af. Ik heb iets af, ja. Moet ik even opstaan. En ik kan ook gelijk op mijn achterwerk gaan zitten. Ik heb een paar sokken af. Deze heb ik, had ik eigenlijk opgezet als tussendoorwerkje. Van in de auto of als ik ergens in de wachtkamer zit te wachten. Bijvoorbeeld met mijn moeder naar het ziekenhuis. Dat hebben we vorige week ook nog gedaan, of de week ervoor. Maar op een gegeven moment merk ik, dan ben ik eraan het breien en dan wil ik het gewoon afmaken. Dan is het geen tussendoor projectje meer. Maar even goed, ik ben heel blij mee. Ik heb deze gebreid met sokkengaren dat ik gekregen van Etna, de webwinkel uit Zweden. Geverfd met Melan Raggi. En de kleurnummers en dergelijke, die staan ook allemaal in mijn project hoor. Op mijn Ravelry pagina, maar ik zal hem even laten zien. Dit is een hele mooie kleur bruin, vind ik. En dit is de kleur. Is dat goed te zien? Ja. Dit is een beetje gemeneerd. En dit is even een beetje stippelstrook. Nou, ik zit niet goed. Nee, dus dit heb ik nog over, dus ik heb nog voldoende voor een paar sokken om het andersom te doen. Want deze heb ik dus voornamelijk bruin gebruikt als voor de sok. En zoals je ziet, de boorden en de hiel met de lichte kleur. En ik kan nog wel een andersom paar sokken maken, denk ik. Ik heb geen patroon gevolgd eigenlijk. Ik heb mijn eigen bedenksel gedaan. Ik heb 52 steken opgezet met nauw 2,5 mm. Voor de boord. Toen heb ik nog 1 toer recht gebreid. Ik heb ongeveer 4 centimeter gebreid. Dat is iets wat ik de volgende keer anders ga doen. Dan brei ik denk 5 centimeter. Ik denk dat dat net wat mooier staat. Ik vind het nu een beetje ielig.
Maar goed, dit is 4 centimeter. Toen nog een toer rechtgebreid met deze kleur. Daarna ben ik met 2x2 rib gebreid. En ik heb een shadow wrap short roll heel gebreid. Deze sokken zijn trouwens nog niet geblokt, vandaar dat ze misschien nog een beetje gefrommeld zijn. En ik heb voor de verandering weer eens een keer een Kitchener stitch gebruikt om de tenen voor de tenen af te ronden. Heb ik wel een foutje gemaakt, zag ik later. Want ik had op een gegeven moment de ene sok gedaan en die had ik gelijk na de markeer. Je zet 2 markeren dingetjes erop om te zien waar je moet minderen. En ik had iedere keer voor en na de stekenmarkeerder meteen geminderd bij de eerste sok. Bij de tweede sok had ik voor en na de stekenmarkeerder eerst nog 1 steek recht gebreid en toen pas geminderd. En dat vind ik eigenlijk mooier. Ik zal even dichter bij de camera komen. Oeps. Dus dit was sok 1. En dit is sok 2. Dit vind ik mooier. Maar ik ga het echt niet uithalen. Deze, daar heb ik echt zin in. Ik moet zeggen, ze zitten ontzettend lekker. Heel stretchy ook. En ik heb de rest van de sok met naald 3 mm gebreid. Dus alleen de boord met 2,5. En dat doe ik tegenwoordig altijd. Dus de boord op een iets dunnere naald. Het zit gewoon lekkerder. Ja, het is heerlijk garen. Ik weet eigenlijk niet wat ik er nog meer over kan vertellen. Volgens mij niet zo heel veel, want ik heb er al vaker over verteld. Ja, het is gewoon een hele makkelijke sok. Hier zit een lusje aan, omdat de kat er met zijn nagel aan heeft gezeten. Dus dat moet ik nog even wegwerken. En ik heb 60 toeren voor het been gebreid. En 50 voor de voet. Toen nog 5 toeren in deze kleur voor de teen. En daarna ben ik gaan minderen. Maar als het goed is, staat het ook allemaal op mijn Ravelry pagina. Dus dan kun je alles even nalezen. En mocht je vragen hebben, dan stel ze gerust. En misschien kan ik daar wel antwoord op geven als ik het antwoord weet. Maar op zich hele simpele sokken, heel flexibel. En ik heb ze dus nog niet gedragen. Omdat het natuurlijk, ik wil ze eerst laten zien voor de film hier. En kijk. Ik vind het heel grappig, als je ze van de sokkenblok eraf haalt, zijn het hele grappige sokken, maar ze zijn heel stretchy. Dus ik ga zeker nog eens een keer sokken breien met 2x2 rib. Ik ga het op de sokkenblok er even. Deze is gemaakt door mijn vriend, deze van eikenhouten vloerdelen, heel stevig. Dus ja, mijn eerste project, eigenlijk weer eens een paar sokken af. En ik noem iedere keer die andere 2 paar sokken die nog steeds op mijn naden staan. En ik heb nu definitief besloten dat ik 1 ga uithalen en de ander, die mag nog even blijven zitten, maar eentje ervan gaat sowieso uit. En ik zie nu dat ik mijn lamp niet aan heb staan. Bij mijn camera zet ik hem niet aan, dat schiet natuurlijk niet op. En het is best wel donker, het is grijs buiten zie ik. Het regent niet, nog niet, maar het wordt een beetje raar weer hè, deze week weer. We hadden... Volgens mij wordt het zaterdag 25 graden of zo. Ja. Dat is allemaal prima. Ik had mijn sokken af en ik had een nieuw tussendoor werkje opgezet. Dat heb ik ook al bijna af. Ik zal het gelijk even laten zien. Dat is een muts dit keer. Het is natuurlijk geen mutsenweer meer echt. En ik heb geen mutsenhoofd, dus dit, wordt een, dit gaat in mijn cadeautjesbak. Die brei ik met... Signet Yarns Chunky Utopia. Ik heb hier ergens een label nog. Ja. Deze. Heb ik een keer gekregen toen ik nog garen verkocht in mijn webwinkel van Signet. Dit is Shade Harlow Car. Volgens mij is het niet meer verkrijgbaar. Ik geloof niet dat ze het nog verkopen. Dit is een mix van... Het is niet eens een mix, het is gewoon 100% acryl. Ik heb hem ook nog in het blauw. Best leuk garen op zich. En het grappige is, ik had hem pas geleden meegenomen naar de ontmoetdag om te ruilen. Nou, niemand wilde het hebben. Ik denk, dan neem ik het weer mee terug. En nu ben ik eigenlijk wel blij mee dat ik het niet kwijt ben. Want nu kan ik er 2 mutsen van breien. Ik heb nu toe dit.
Het wordt een beetje een beanie-achtige, want ik hou niet van die hele strakke mutsen. Even zo doen. Zo breidt hij op. Ik heb in eerste instantie een patroon gebruikt van Pearl Soho. Dat is een gratis patroon voor een muts. Maar daarna ben ik eigenlijk ervan afgestapt. Ik heb eigenlijk gewoon gedaan wat ik zelf wilde. Ik heb hiervoor 84 steken opgezet. En toen heb ik 5 recht, 2 averecht gebruikt voor de boord. En best wel een brede boord. Ik weet niet hoe lang die is. Ik heb geen centimeter hier. En ik heb ook een flink stuk, ja, je kan natuurlijk niet zeggen live, want het is natuurlijk geen trui of vest, maar flink stuk van het voor het hoofd gebreid. En ik ga nu minderen. En ik ga dan gewoon 4 keer minderen, dus op 4 plekken minderen. En dan brei ik voor de markeerder 1 steek recht en, nee, dat zeg ik verkeerd, voor de markeerder 2 recht samen en dan nog 1 steek recht. En dan de markeerder verschuiven en dan 1 recht en slip, slip, knit samen breien. Dus op die manier ga ik minderen. En dan, ja, meer kan ik hier niet zo eigenlijk over vertellen, denk ik. Het is gewoon een hele simpele muts. En ik vind het wel leuk, zo'n brede rand. Ik heb hem gisteren opgedaan, even gepast. En mij past hij prima, maar het staat mij gewoon niet. Ik heb gewoon geen gezicht voor dit soort mutsen, vind ik. Ik voel me daar niet prettig bij, dus ik ga ze ook niet dragen. Nou zag ik wel pas geleden ergens een, is het een vriendje in mijn mouw, een bucketmuts of zoiets. Ik weet niet precies hoe het noemt. Als ik het terug kan vinden, dan zal ik het wel hier vermelden. Maar dat is gewoon een muts met een beetje een rand. En dat staat mij wel, want ik heb zo'n muts. Maar zo'n hele strakke muts om mijn hoofd, dat is bij mij echt geen gezicht. Nee, dat moet ik niet doen, dat moet ik niet willen. Dus dat ik er gewoon lak aan heb wat een ander van mij denkt. Maar ja, zo ijdel ben ik dan ook wel weer. Hij is wel lekker warm. Het is acryl. En ik denk van ja, wol is natuurlijk veel warmer dan acryl. Maar toch dit om je hoofd, dat geeft wel echt wel een bepaalde warmte hoor. En ik vind het heel leuk om het gaar opbreidt. Dus er is vast wel iemand die hier blij van wordt. En anders geef ik hem gewoon aan de kringlopen van de kledingbank of zo. Dus ja, ik heb er een haar tussen gebreid. Dat doen jullie vast ook wel eens. En die krijg je er dan ook niet meer tussenuit. Hè? Als die haar eenmaal vast zit, krijg je hem er echt niet tussenuit. Goed, ik ga dus nu de, hoe zeg je dat? De kroon. Ja, minderen en dan is je af. Dus dit is echt heel snel, een heel snel tussendoor project. En daarna zet ik even niet die blauwe op, want ik wil wat dingen afmaken, want ik begin steeds aan iets nieuws, terwijl ik, dat is de trekker die heel hard bij kwam, nee, de melkwagen. Ik wil echt eerst wat dingen afmaken voordat ik weer andere projecten ga beginnen. En ik heb wat projecten op de naalden staan die dan een beetje lastig zijn om onderweg te doen, maar als ik alleen maar hoef rond te breien, dan is dat veel makkelijker. Maar goed, dit is dus mijn muts en deze wordt dus, dat wordt dus nummer 2 later, geen haast. Het wordt natuurlijk ook mooier weer nu, denk ik. En dan is het niet echt mutsen weer, maar wel leuk om aan te breien. Even slokjes van mijn koffie. Ik vind het zo'n leuke beker, ik vind dat dikke varken vind ik echt helemaal geweldig. Ik zit eigenlijk aan de verkeerde kant van de beker. Ja, ik ben rechts. Als je nou links bent, dan kunnen mensen het wel zien. En dit is een beker van Cloverleaf Farm Animals. Ja. Helaas hadden ze er maar 1 van. Ik ga weer even. Oeps. Goed zitten. Ik zit altijd te plukken aan mijn vest. Wat heb ik nog meer? Ja, ik ben bezig met mijn Felix cardigan en daar ben ik best wel mee opgeschoten. Die brei ik met Red Lopie in de kleur Celery Green. En ik was eigenlijk van plan om hem wat langer te breien, want ik hou eigenlijk wel meer van langere vesten dan van korte vesten. Ik zal even gaan staan, want dit vestje... Ja, dit draagt heel erg lekker, het is heel zacht.
Dan komt het ongeveer ja, op een heupen. Dus misschien is dit op zich wel een mooie lengte ook voor de Felix cardigan. Het wordt of dit of een stuk langer. Goed, ik ben aan het eind. Dit is een patroon van Amy Christophers. Van, ja, hoe heet dat? Ik zet het hieronder, ik ben het even kwijt. Savory Knits, dat is het geloof ik. En op zich een heel lekker patroon. Het breidt gewoon lekker weg. Er zit dus kant in, een kantpatroontje in de schouderpas. Ik denk dat heel veel mensen dit patroon wel kennen, want het is een populair patroon. Ik heb wel een keer een foutje gemaakt in het leespatroon en dat laat ik lekker zitten. Dat is dan gewoon mijn eigen persoonlijke detail, denk ik dan maar. Hij past prima. Maar volgens mij zei ik het de vorige keer ook al. Ik vind de armsgaten op strakker af. Ja, ze passen wel. Het past wel, maar het is net aan, krap aan. Dus ik heb de arm, toen ik de mouw ging breien, ik ben nu met die heb ik 3 keer gebreid. De eerste keer heb ik precies gedaan wat het patroon zei, met de mindering en alles. Ik vond het veel te strak. Ik denk, nee, dat zit niet lekker, want een vest, dat moet over een shirt heen passen. En in mijn geval, dit soort vesten, misschien ook nog wel over nog een laagje. Dus ik wil wat ruimte hebben in die mouwen. Toen heb ik het uitgehaald, die mouw, tot aan de eerste mindering. Geloof ik. Dus vlak voor de eerste mindering, die heb ik uitgehaald. Toen dacht ik van, nou weet je wat, dan sla ik de eerste 2 minderingen over en dan ga ik verder. Dan pas begin ik met minderen. Dat heb ik gedaan. Dat beviel me nog steeds niet. Ik voel me nog steeds te strak. Voor de 3e keer uitgehaald en toen ben ik pas bij de elleboog gaan minderen. En ik heb nog steeds het idee dat het te strak zit. Het zit niet super strak, maar het zit echt heel erg aangesloten. Zoals dit zeg maar. Bij dit vestje vind ik het niet erg, want het is een dun vestje en dit draag ik eigenlijk meer als een truitje. Maar voor dit vest, dit is echt een vest dat ik ga dragen als ik het kouder heb. Dat ik als een derde laag wil dragen. En dus dan moet wel iets onder passen. Bijvoorbeeld een blouse en een shirt met lange mouwen. Dat moet daar goed onder passen. Nou heb ik wel diverse video's gezien op YouTube. Waar meer mensen dit probleem hadden. Dat die mouwen zo strak zijn. Dus wat ga ik nu doen? Ik heb trouwens hier een lifeline doorheen gehaald. Ik heb nog niet afgekant. Ik leer van mijn fouten. Dus dat is dan wel positief. Ik ga straks de 2e mouw breien en die ga ik niet minderen. Ik ga geen enkele keer minderen. Pas als ik bij de pols kom, ga ik misschien 1 of 2 keer minderen. En dan eens kijken hoe dat bevalt. Of ik dan iets meer ruimte heb. Als die eenmaal geblokt is, als ik hem ga blokken, dan kan ik hem natuurlijk ook een beetje uit elkaar trekken, die mouw. Ik wil er niet te veel aan trekken. Ik zal eens kijken of ik hem aan kan trekken nu. Er zitten wel stekenmarkeerders in. Ik vind het echt heel strak. Ik durf niet eens aan te trekken. Nee, dat zit me gewoon te strak, die mouw. Kijk, dit kan wel, maar er is geen enkele beweging in. Het is wel een heel leuk truitje, of een heel leuk vest. Met de detail. En dit is goed. Ik vind dit prima, die maat. Er komt natuurlijk nog een boord aan. En hier komt nog een boord aan. En onderaan komt nog een flinke boord. Dus dat zit allemaal prima, naar mijn zin. Maar ik vind hem al echt te strak. Dus ik weet nu al dat ik hem gewoon ga uithalen. En dat durf ik steeds beter, zonder eerst een lifeliner erheen te doen. En bij de 2e keer uithalen ging dat ook goed en toen kon ik heel makkelijk de steek opnemen. Dus even kijken hoor. Ik had hier ongeveer, dan moet ik hem echt tot hier uithalen. En ik breid dan gewoon die hele mouw opnieuw, zonder minderingen. Je kunt het ook zien. Hij loopt hier ook zo taps toe. En als ik dit recht heb, die gewoon zo loopt,
Ik denk dat dat lekkerder zit. Mijn bolletje gaat dan door. Dus ja, dus de Felix cardigan. Ik brei hem op naald 5,5. Ik was begonnen met naald 6. Dat was echt grof. En ik denk dat ik hem ook wel op naald 5 mm had kunnen breien. Want hij is best wel heel erg, hoe zeg je dat? Niet flexibel, maar je kunt er goed doorheen kijken. De stof is niet heel erg strak tegen elkaar gebruikt. Vind ik ook niet erg. Het is een vest, dus het is een extra laag. En ik denk wel dat ik dit vest nog wel eens een keer zal breien. Maar dan zal ik hem zeker breien met naald 5 mm. Tenminste, als ik led loopje gebruik. Ik vind led loopje echt een heerlijk garen om mee te breien. Het is een beetje kriebelwol, dus zal niet iedereen zijn ding zijn, maar het wordt ook zachter naarmate je dit draagt. En heerlijk, leuk vest om te maken. Ik snap wel dat het zo populair is. Dan gaat mijn bol bijna weer. Even heb ik nog iets anders hierover te vertellen? Nee, ik ga gewoon lekker verder. Op zich gaat het best snel. Ik denk als ik al die tussendoorprojectjes niet had gehad van mijn sokken en die muts, dan had ik dit misschien al een eind af gehad. Maar ja, ik heb geen haast. Wat ik zeg, het wordt lente. Hè, maar ik denk ook niet dat ik deze zomer heel veel zomerdingen zal gaan breien. Ik brei toch het liefst dingen voor de winter. Ik ben wel echt een herfst-winterbreier, denk ik. Want in de zomer is het ook vaak t-shirts breien en zo. Of dragen en topjes. Dus ja, ik zal zeker. Er komt zeker nog zo'n vest. Heel leuk. Dus dat was mijn vest van Amy Christoffers. Ik spiek ondertussen even op mijn lijstje. Oh ja, ik heb straks ook nog de uitslag van de giveaway van podcast nummer 20. Dat moet ik niet vergeten. Staat op mijn lijstje, dus dat ga ik niet vergeten. Wat heb ik nog meer? Ja, check. Ik had me een tijdje geleden aangemeld voor een test knit. Even achterwerken zien. En na 9 van 10 keer word ik afgewezen van test knits. Dat is echt dramatisch. Nou ja, dramatisch is overdreven, maar ik vind het wel eens jammer en ik baal er wel eens van. Maar goed, dit keer was ik er wel bij en ik mag dus het truitje breien van Anna Ruben. Dit is de Reverie's Tea. Heel leuk zomertruitje. Dit is dan wel een zomertruitje met leesgaatjes hier aan de bovenkant, bij alle boorden trouwens. Dit is de achterkant. En daar ben ik nog niet zo heel ver mee, maar gelukkig heb ik wel een goede deadline. Het was geloof ik juli of zo. Ik had er eens opgeschreven. Nou, ik brei maat 6 en er zijn 18 maten van dit truitje, dus dat is echt heel goed. En die brei ik met durabele katoen. Mijn bolletje is alweer bijna op, zie ik. Dus ik ga dit bolletje zo meteen aanbreken. Heel donkerblauw. Dit is breikatoen nummer 8, zoals dat heet. Dit heb ik een aantal jaren geleden gekocht. En dit heeft nog dat mooie ouderwetse label. Ik hou ervan. Dit is kleur nummer 95. Het is heel donkerblauw. Dit brei je met naald 2,5 of 3. En ik brei. Wat deed ik ook alweer? Ik heb de boord op naald 3 gebreid en de rest van het truitje op 3,5. En ik heb hier een poeshaar. En inmiddels ben ik ook gewisseld van naald, want het past allemaal niet meer op een naald. Dit is wat ik tot nu toe heb. Ik heb af en toe een foutje gemaakt met de eyelids, zoals die dingen heten, die gaatjes. Ik had video's bekeken op YouTube van hoe je dat moest doen. Nou, wel heel, heel simpel. En toen ging ik het doen. En op een gegeven moment moest ik weer een normale toer breien. Dus gewoon normaal rondbreien. En toen had ik hele rare lussen. En achteraf snap ik ook wat ik heb fout gedaan. Want die video's die ik heb bekeken, dat ging over eyelids.
heen en weer breien. Dit breien je in het rond. Dus dat is net iets anders. Maar goed. Ja, mijn ene oogje, zoals dat heet, hè? Dit oogje is dan iets minder mooi dan het andere. En ik dacht van ja, ik geloof het wel, het is wel goed. Je kunt zien dat er oogjes in zitten. Nou, ik moet nog één toer breien en dan moet ik weer een keer meerdere. Ik heb op een gegeven moment gewisseld van naald en ik brei nu met 3,5. Hé, waarom gaat het licht uit? Dat gebeurt dus altijd. Dat is zo irritant, dan zit ik te lang stil en gaat het licht uit. Goed, ik was dus bezig over mijn referee's team. Wat was ik ook aan vertellen? Oh ja, de eyelids die zijn dus niet helemaal netjes geworden zoals ik zoals moet. Maar ja, ik heb nog 3 borden waar ik dat wel netjes kan doen, bij de armen en onderaan. En ik moet dus nu nog 1 toer breien en daarna moet ik nog 1 toer meerdere. En volgens mij kan ik dan gaan splitsen voor de mouwen. Nou, ik had dus gewisseld van naald, omdat het allemaal niet meer op mijn naald paste. En ik heb nu de Lantern Moon naalden gepakt. Dit is een kabeltje. Dit zijn kabels die heb ik gekregen. En die naaldpunten trouwens ook van etna.nl. Die heb ik een keer gekregen. En ik moet zeggen, die breien echt heel erg fijn. Het is een beetje hetzelfde idee als Chai Gu naalden, denk ik. Hè? Die heeft dat ook van die verwisselbare naalden. Lantern Moon is een merk van Knit Pro volgens mij. Heel veel merken hebben tegenwoordig dat soort verwisselbare punten. En wat heel fijn is, ik heb de swivels. En de swivels zijn, die draaien ook gewoon om de kabel heen. Dus ze gaan niet helemaal kronkelen en zo. Dus, ja, ik vind het echt een aanrader, deze naalden. En dat zeg ik niet omdat ik ze gekregen heb, maar ze zijn gewoon echt heel fijn. Dat kunt zien. Naald 3,5. Nou, dat witte draadje is een lifeline. Dat doe ik altijd als ik de moeilijke toer heb gehad. In dit geval die eyelids. Doe ik er even een lifeline doorheen. En dan mocht het fout gaan, hoef ik alleen maar uit te halen tot aan die lifeline. Wat heb ik nog meer over dit truitje te vertellen? Ja, deadline is 15 juli, zie ik nu hier staan. Nou, inderdaad, er zijn 18 maten, dus dat is echt heel veel. Ik brei dus maat 6, dat is denk ik een medium of zo. Ja, ik denk ongeveer een medium. En ook omdat ik een naald groter heb gepakt, of een halve naaldmaat, past gewoon. Ik heb hem al een keer over mijn hoofd aangetrokken en dat past gewoon. En ik wil met zomertruitjes ook niet hele strakke truitjes hebben, dat vind ik gewoon niet prettig, want als het warm is en iets zit heel strak om mijn lijf, hoe verschrikkelijk vind ik dat. Behalve bij het sporten, maar dan nog. Nee, dit is op zich een leuk truitje om te maken, de Reverie's Tea. Ik weet ook niet wanneer die precies uitkomt. Ja, dat zal ergens in juli zijn dan, denk ik. Misschien begin augustus. Zij moet natuurlijk toch al die feedback gaan controleren en toepassen. Maar op zich heb ik nog geen gekke dingen, ben ik nog geen gekke dingen tegengekomen. Dus ik brei gewoon lekker verder. Ik zie nu uit het raam dat de post eraan komt. Nou, dat is wel goed. Zolang je niet aanbelt. Nee, hij zit er. Dus ja, dat is de Reverie's Tea. Van Herbgarden Knitwear. Zij heeft nu ook net een nieuw patroon uit. En dat is volgens mij de Talula Tea. Als ik het goed zeg. Die heb ik zelf niet gebreid of getest. Getestbreid. Is dat een woord? Nee, denk ik niet. Die heb ik dus niet gebreid. Maar dat patroon is inmiddels ook uit. En ze heeft ook een podcast trouwens. Dus je kunt ook haar podcast bekijken. Dus ja, dat is mijn Reverie Steam. Ik ga het op zich maar wel snel doorheen volgens mij. Koffie. Eens even kijken, wat heb ik nog meer? Ik heb nog een trui op de naalden staan, maar die laat ik de volgende keer wel zien. Ja, ik heb wel iets nieuws op de naald staan. Ik ben iets aan het ontwerpen en daar ben ik al een tijdje mee bezig. En ik had het ook met andere garen geprobeerd. Nou, dat beviel me op zich niet zo. En op een gegeven moment kreeg ik een mailtje van Edna dat er een nieuw garen uit was. Dat was deze. Een merino bomul van Jerbo.
Dit is een mix van 50% wol met 50% katoen. En er zit 50 gram op zo'n bolletje en 121 meter. En ik vertelde dus dat ik bezig was met een ontwerp. En ik heb dit graag gekregen van Edna om daaraan te werken. Dus dat is hartstikke lief van Edna. Daar ben nogmaals dank daarvoor. Ik kan nog niet zo heel veel laten zien van het ontwerp. Ga ik verder ook niet doen. Dit is het enige wat ik heb. Dus ja, wat ribbels. Maar het wordt dus een omslagsjaal en met een patroon erin. Het breidt heel fijn, dit garen. Het splijt een beetje. Maar mijn ervaring is dat katoen met wol eigenlijk altijd wel een beetje splijt. Want ik heb dit soort garen ook wel eens gebreid met, hoe heet dat, van Schachmeijer. Die heeft het. Drops heeft dit, deze constructie. Of tenminste dit type garen. En ja, dat splijt altijd een beetje. Het stoort mij niet. Het is heel zacht. Ik vind het echt heel fijn garen. En ik breid op 4,5. De aanbevolen naaldikte is 4, maar ik doe dus 4,5 om een iets luchtere ding te krijgen. Maar hierover later meer wanneer ik het af heb. En misschien ga ik dan ook wel een oproepje doen voor wat testbreiers. Ik wil het in ieder geval in het Engels en het Nederlands maken, het patroon. Maar dat kan nog wel een paar maanden duren, want het is best wel een lang, duur project hier het allemaal af. Of tenminste, eer ik het zelf af heb en zelf tevreden ben. Ja, over wol gesproken, nieuwe wolletjes. Ik was op zoek naar een rode katoen pas geleden. Want ik wil graag wat doilies haken, of breien misschien ook wel, met Cath Kidston kleuren. Zoals mijn gehaakte deken die ik pas geleden liet zien. En ik heb een beetje in mijn voorraad gezocht en ik kwam dit tegen. Ik zie hem even omhoog houden. Dit is cottony, dit had ik nog. Dus dit. Dus geel, groen, lichtblauw, roze, wit. En dat vond ik leuk om te doen. Maar ik dacht, ja, ik wil ook gewone katoen. En die heb ik gevonden. Het duurde even, want ik was er bij diverse winkels geweest en nergens hadden ze rode katoen. En mijn eigen voorraad katoen heb ik vorig jaar verkocht, tenminste bijna alles. Zal je net zien dat daar rood bij zat. Maar goed, ik kwam dus bij de Zeeman. En ik koop eigenlijk nooit meer graag bij de Zeeman. Sinds ik wol heb ontdekt. Maar daar vond ik dus dit. Dit is, hoe heet dat? Ezra. Het is, zo lijkt het heel fel, maar het is wel knalrood, maar niet felrood. Ja, dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, maar... Het is niet schreeuwend. Dit is een bol van 100 gram en er zit ongeveer 215 meter op. En het is 100% katoen. Ik heb vroeger bij de Zeeman wel eens katoen gekocht, dacht ik. Dat zag eruit als katoen. En toen ik thuis kwam, stond er op 100% polyester. Dus ik voelde me een beetje belazen. Ja, eigenlijk schuld, had ik gewoon beter moeten kijken. Dus Zeeman heeft best wel eens katoen, waarvan je denkt dat het katoen is. En dan blijkt het gewoon... polyester te zijn. Maar goed, ik wilde gewoon echte katoen. Nou, dit is 100% katoen. Dus en het was ook de enige bol die ik zag. Ik denk, ja, ik neem hem gewoon mee. Want dit is dus wat anders dan wat ik net liet zien. En dit ga ik combineren met deze. Dit is een beetje gelig. Dit zijn allerlei bolletjes. Cotton Eight van Scheepjes is dat. Lichtblauw, groen, wit. En dit is ook voor doilies. Gewoon een beetje vrolijke doilies. En ik heb nog wat kleurtjes. Oh, hier blijven wat andere kleurtjes gevonden in mijn voorraad. Dit is lichtblauw. Dit is heel erg lichtgroen. Ja, zo ziet het goed. Dit is echt een hele mooie kleur. En daar wil ik wat Cath Kidston kleuren achter de doilies van haken. Ik denk dat het haken wordt. Ik heb ook nog een eigen patroon van een doilie. Dat staat op mijn Revelry pagina. Een eigen ontwerp. En ik ga ook die gewoon maken, denk ik. Die heb ik wel vaker gemaakt. Als ik aan denk, zal ik hier even een foto uploaden. En misschien heb ik ook wel een voorbeeld liggen hier trouwens. Even kijken. Even zoeken. Ja, ik heb er twee gevonden in mijn kamer. Dus deze. Dus dit is mijn eigen patroon.
deze. En dan weet ik niet meer of ik deze ooit voor Durable heb ontworpen of dat het mijn andere is. Ik had twee doilies ontworpen een keer. Eentje die te koop is op mijn Ravelry pagina en eentje voor Durable yarns. En ik vind deze kleur zo leuk. Heel zacht en... hou ik hem nou verkeerd op? Nee, zo is de voorkant. Dit is de voorkant. Er zitten bobbeltjes in. En deze dan een beetje met blauw tinten. En nu wil ik er dus eentje gaan maken met Cat Kitchen kleuren. Oké. En ik vind het gewoon leuk. Ik vind het vooral leuk staan deze onder bijvoorbeeld een glazen vaas. Want dan zie je nog wat van het doily. Ik gooi het even in de bak. Ik was dus bij de Zeeman. En zoals ik al zei, ik koop eigenlijk nooit meer een garen bij de Zeeman. Want ik heb ten eerste genoeg garens hier. Ik word regelmatig gesponsord door Edna. En ja, garens genoeg. Maar ik wilde eigenlijk wel iets van katoen hebben voor een zomertruitje nog. Ik ben dus met die Reveries tea bezig. Ik dacht van ja, misschien kan ik die ook nog eens een keer breien in een ander kleurtje. En toen zag ik dit liggen bij de Zeeman. Van die hele grote bollen, 300 meter. Deed 300 gram en er zit 600 meter op. En wederom dacht ik van ja, de vorige keer ook, 100% polyester. Hè? Dus ik heb even gekeken wat het is. Dit heet, er lagen drie bollen van trouwens. Ik heb er maar twee meegenomen. Dit is 30% polyester, 33% katoen en 21% viscose. En toen dacht ik van nou, dat vind ik wel acceptabel. Er zit in ieder geval katoen in. Hele mooie kleur ligt roze. En ik... Ja, het is lichter dan dit. Als je dit ernaast houdt. Dit is ook wel een leuke combinatie eigenlijk. Waarom zit hij nou weer naar? Ik heb er dus twee van gekocht. En achteraf heb ik er natuurlijk vreselijk veel spijt van dat ik die derde ook niet heb meegenomen. Maar op dat moment had ik alleen een zomertruitje in mijn hoofd met korte mouwen. En ik dacht, ja, dan is dit meer dan genoeg. Dit kost 3 euro, ja, 2,99. Nou, dan heb ik voor 6 euro heb ik een truitje. Maar toen, vlak daarna, ging ik een patroon aanschaffen van Isabel Kramer. En dat is een patroon waar ze vroeg een tijdje geleden vroeg ze daar testbreiers voor. Had ik me voor aangemeld, werd ik niet ingeloofd. En ik was hevig teleurgesteld en heel boos en zo. Nou ja, valt me mee. Maar ik baalde wel. Ik wilde me gewoon heel graag breien, die trui. Inmiddels ben ik er overheen. En ik denk van, nou, dat is zo goed. Komt eigenlijk wel goed uit dat ik dat niet hoef te testbreien met al die stress. Ik heb een patroon gewoon gekocht. En dat is deze. De Tresse sweater. Hartstikke leuke trui. Met een kantpatroontje in het midden. En toen dacht ik aan dit garen. Ik denk, volgens mij is die trui ook hartstikke leuk in dit garen. Maar ik denk niet dat ik genoeg heb. Nee. Dan heb ik wel zitten denken van, misschien kan ik dit truitje maken met, of die tresse sweater, met dit. En dan korte mouwen. Dat kan natuurlijk wel. Nou, dan moet ik echt wel genoeg hebben, want dit is, hoeveel meter zei ik? Ja, bij elkaar 1200 meter. 600 gram. Ik twijfel, ik weet het niet, want ik heb natuurlijk pas geleden die slipover gemaakt. En toen had ik 600 nog wat meter voor gebruikt. Nou zaten daar wel van die hele grote lussen in iedere keer in het patroon. En dat vreet natuurlijk ook veel garen. Dus ja, ik denk dat dit genoeg moet zijn voor een truitje. En anders misschien voor een mouwloos truitje. Ja, ik zou ervan balen als ik tekort kom voor een trui met korte mouwen. Maar ja, dit moet toch lukken, jongens. Dat kan toch niet anders. Ja. Hier staat voor maat 128, een truitje met lange mouwen, heb je 600 gram nodig. Dus dat zijn twee bollen. Ja, ik denk dat het wel moet lukken. Ik ga, als ik weer eens bij de Zeeman kom, kijken of er nog die ene bol ligt. Dan moet ik eigenlijk even hier de kleurcode van fotograferen van tevoren. Zodat ik weet dat ik het juiste verfbad heb. Want dat wil nog wel eens verschillen daar. En dit brei je trouwens met naald 3 of 3,5.
Ook om te haken. Ja, ik vind het toch leuk garen. Voor een zomertruitje. Ja, dus dat waren mijn aankopen van garen. Nee, dat is niet waar. Ik had nog iets gekocht. Ja, ik was dus afgelopen weekend met mijn vriend in Kampen en Hattem. Wat wij altijd doen als ik jarig ben, dan gaan we ergens naartoe. Dan hebben we een uitje. Ik hoef geen cadeaus. Ik heb liever zoiets van, laten we gewoon ergens naartoe gaan. En dan herinneringen maken. En dan gaan we altijd naar een stad of een plek die we geen van tweeën kennen. Of waar we nog nooit geweest zijn. Of ooit wel eens geweest zijn misschien, maar heel slecht kennen. Vorig jaar waren we in Delft volgens mij. Was dat vorig jaar? Maar dit jaar was mijn verjaardag op een zaterdag. Eigenlijk een perfecte dag voor een uitje. Alleen, mijn vriend zat op Curaçao. En die kwam die dag terug. Dus die kwam 's middags terug. Een reis gehad van 17 uur. Dat duurde allemaal erg lang. En natuurlijk back-off en toten los. En jetlag en weet ik veel wat. Dus wij gingen natuurlijk nergens naartoe. Dat snap je wel. Maar pas geleden zei ik. Weet je nog, we zouden eigenlijk normaliter gaan. Maar weg met mijn verjaardag. Ja, zegt hij. Kunnen we alsnog doen? Ik zeg, nou, ik weet al wat. Ik wil naar Hattem. Want ik had op Instagram of weet ik veel waar, had ik wat plaatjes daarvan gezien. En ja, een leuke oude stad of stadje. Wij houden van oude gebouwen en zo. Dus ja, zegt hij, nou, dat kan, hè, dan gaan we daar naartoe. En Kampen ligt daar vlakbij. En afgelopen weekend was daar Sail Kampen. Dus zo'n vloot met allemaal van die oude schepen en zo. Hartstikke leuk. Dus dat hebben we gecombineerd. De eerste dag twee kringlopen gezien. Ik heb wat dingen gekocht daar. Wat lappen stof en een jurkje in de aanbieding. En die beker dus. Deze beker komt uit de kringloop van Dorcas, geloof ik. Uit Hattem, dat was de volgende dag. Maar wij gingen logeren in Marle bij een bed and breakfast. Hoe heet die nou? Dan ben ik even de naam kwijt. Nou, ik zet het hieronder. Hartstikke leuk huisje, echt een aanrader. Heb ik ook gefilmd. En we gingen toen zaterdagochtend ontbijten in Hattem. En een beetje rondlopen en zo. Maar ja, na het ontbijt ging ik even naar een wolwinkeltje. Want daar zat een wolwinkel. En op zich zeg ik altijd, ja, ik heb genoeg wol, ik hoef niks. Maar ik vind het wel leuk om bijvoorbeeld een bolletje sokkenwol te kopen ergens. En dan heb ik een herinnering aan die aan dat uitje. Dus dat heb ik gedaan. En ik zag hele mooie sokkengarens, maar ik zag ook bollen van 15,95 en daar kon ik voor mezelf niet goed praten. Ik denk, nee, ik heb nog zoveel garens, het moet gewoon een kleinigheidje zijn. Dit was in de winkel twee steekjes los. En er was een hele aardige dame die me hielp. En er waren wat modellen van sokken die daar hingen. Alleen hingen daar niet de kaartjes bij, dat vond ik dan weer niet handig. Maar ze liet me wel zien, ze liet me wel wat kaarten zien op een gegeven moment. Maar ik denk dat het handiger zou zijn als er foto's van het garen bij die sok gingen. Maar wie ben ik? Het is niet mijn winkel. Ik heb dit gekocht. Mijlenbijt van Lana Grossa. En het is een beetje rozig met beige en bruinig erin. En ik heb een foto gevonden inmiddels op internet van hoe dit opbreidt. Dat zal ik even laten, zal ik uploaden. Dit is 6-ply of 6-vach. Dus het is geschikt voor naald 3 en 4. En net als die sokken, die heb ik ook gebreid met naald 3. En ik vind het toch wel lekker breien, iets dikkere sokken. Hier zit 150 gram op. Kleur 60 nummer 13. Nee, dat zeg ik verkeerd. Kleur nummer 6013. Moet wel goed zeggen. En ik betaalde hier 8,95 voor. Dus er stond buiten een bak met deze bollen. En er stond op dat het in de aanbieding was voor 8,95. Maar volgens mij klopte dat niet. Want ik heb een beetje op internet zitten kijken. En al die bollen waren die prijs. Dus ik denk niet dat dit echt afgeprijs was. Maakt ook niet uit. Voor 8,95 heb ik nu een paar sokken. En ik ken mezelf inmiddels. Ik hou altijd garen over van sokken. Ik zou hier waarschijnlijk wel 3 sokken van kunnen breien. En misschien is dat niet eens zo'n stom idee, want dan heb je altijd reserve sokken.
En ik denk ook dat ik waarschijnlijk de borden weer met een andere kleur ga breien. Want ik vind het toch wel leuk. Ik heb ook besloten dat ik een patroontje ga breien in deze sok. Het koffieboontje. En dan wil ik een koffieboontje aan de zijkant. Dus niet all over de sok, maar gewoon aan de zijkant. Ja, leuk graag. Ik mag het nog niet starten. De sok. Ik moet eerst wat dingen afmaken. Ja. Dus dat is mijn herinnering. Sokken worden dit van mijn verjaardag van afgelopen februari. En wat kan ik nog meer vertellen over kampen? En, wij gingen dus eerst naar vrijdagmiddag naar kampen toe. Even de stand bekijken en zo. En nadat we twee kringlopen hadden gezien. Eerst Red en Kind en daarna kringloopkamp of zo. Ik weet niet, ze zitten een beetje op hetzelfde terrein. Daar heb ik trouwens niets van gefilmd. Wel al helemaal ruim opgezet die kringlopen. En Red en Kind die was ook voordelig. Dat vond ik echt goedkoop. Dus dat vond ik, ja, daar hou ik van. Wat wou ik nu zeggen? Ja, we gingen op een gegeven moment lunchen, zeg maar. In de stad bij La La Louche in Kampen. En dat is echt een aanrader. Het is een super piepklein tentje. En hele aardige mensen die daar werken. Je hebt maar een paar tafeltjes. Op een gegeven moment zag ik iemand zitten daar, of twee dames. En die hadden een grote latte macchiato. En dat zag er zo lekker uit. Dus op een gegeven moment komt die man naar mij toe. Wat wil je hebben? Ik zeg, nou, dat wil ik. En het leuke is, je krijgt dan aan tafel een heel groot glas vol opgeschuimde melk. En hij schenkt aan tafel de koffie erbij in een kannetje. Uit een kannetje. En in dat kannetje zit voldoende koffie voor nog een bakje. Dus je kreeg ook nog iets lekkers erbij. Nou, ik had op een gegeven moment een broodje. Een croissant met brie en walnoten en honing. Heel erg lekker. Een vriend had mosterdsoep besteld. Een grote bak met mosterdsoep. Ook een broodje erbij nog. Dus ja. Onthoud die naam in Kampen, La La Louche. Echt heel leuk. En wat kan ik meer vertellen over die tijd? Ja, we hebben een beetje door de stad gelopen en oude panden bekeken. Wij houden van oude panden. Oh ja, de volgende dag in Hattem zijn we ook naar het Bakkerijmuseum geweest. Nou, dat is echt een aanrader. Er was ook een demonstratie van, het is eigenlijk een soort meer theater, het was een bakker, dat is meer stand-up comedian bijna. Die doet elk uur, houdt hij een praatje, gaat hij met kinderen of gaat een paar broodjes bakken. En dat was echt hilarisch, want die man die maakt heel veel grapjes die kleine kinderen helemaal niet snapten. Die waren echt bedoeld voor volwassenen. Het was echt heel grappig. Toen we een uur later daar nog waren, hoorden we hem precies dezelfde grapjes weer maken, maar dat maakt niet uit. Dat vind ik sowieso knap, dat je dat gewoon kunt herhalen. Maar het Bakkerijmuseum in Hattem, dat is echt een aanrader. Voor jong en oud. En ik weet niet of ze die theatershow, ik noem het maar even theatershowtje, altijd doen. Of alleen toen met de Pasen. Maar mocht je daar in de buurt zijn, ga daarheen. Dat is echt heel leuk. En neem je kinderen mee, of kleinkinderen, of buurkinderen, wat je dan ook hebt. Echt heel leuk, maar ook voor volwassenen. Ja, toen hebben we nog een beetje rondgelopen en zo. En eigenlijk wilden we nog teruggaan naar Kampen om wat dingen te doen. Maar we hadden geen zin meer, we waren moe. We hadden niet zo best geslapen. Dat lag niet aan het huisje hoor, maar het lag gewoon aan ons. Wij slapen gewoon slecht. Dus we zijn niet meer teruggegaan naar Kampen op een gegeven moment. En die vloot, die hadden we ook al gezien. Ja, dus het is wel een aanrader. Als je van oude steden houdt en oude gebouwen en oude panden, dan ga rustig een keer naar Kampen en Hattem. Dus ja, meer heb ik denk eigenlijk niet te vertellen. Behalve dan de giveaway, die plak ik er hier nu aan vast. Zal ik zo even uploaden. Dus je krijgt de giveaway en daarna mijn vlogje over Kampen en Hattem. Als je de winnaar bent van die giveaway, stuur mij dan even een berichtje alsjeblieft. Ik zal zelf ook kijken of ik even kan reageren op jouw berichtje. Op een podcast nummer 20. Het is een dame uit Nederland die heeft gewonnen. En dan stuur ik jou de breinaalden op. Zet niet je adres onder de podcast of zo. Ik stuur jou gewoon even een privéberichtje. Het lijkt me handiger.
En gefeliciteerd. Ik heb nog even te denken, mocht nou iemand niet reageren op mijn gewonnen loodje, zeg maar. Ik wacht ongeveer 2 weken. Als je na 2 weken nog niet reageert, dan gaat het naar de volgende. Want op een gegeven moment wil ik ook de prijs de deur uit hebben natuurlijk. Maar dat komt vast wel goed, denk ik. Ja, dat was het denk ik voor nu. Ik heb echt een tafel vol liggen, maar ja, dat komt de volgende keer wel. Dankjewel voor het kijken. Ik wens je nog een fijne week, een fijne dag. En graag tot de volgende keer. Tot ziens. Doeg. Ik heb hier een vel vol namen die meedoen aan de giveaway. Dus die ga ik nu allemaal knippen. Waar is mijn schaar? Ik ga even rammelen. Ik zal naar boven kijken wanneer ik een naam trek. Om het eerlijk te houden, deze heb ik. Nou, ik ben benieuwd. En de winnares van de naaldenset is deze persoon. Gefeliciteerd. Stuur me even een mailtje of ik zal even jou berichten. Reageer op je naam en dan ontvang je een naaldenset. Leuk dat je meegedaan hebt aan de giveaway.
hier zou het meemaken. Thank you.
De Duitsers die meevaren, die hebben wel eens, hebben eens een keer horen zeggen: hast du auf ein Dreimaster gezegeld? Ik auf ein Viermaster! Daarom heeft die Viermaster gekregen. Ja, het is echt... Hij is echt...